Spekjes ook erbij? Ja? Ja, ik denk het wel, ja. Was ook even bij de spekjes, hoor. Hutspot en boerenkool met spekjes en worst. Dat schafte de pot vanmiddag bij twee dagopvanglocaties in Leeuwarden. Een initiatief van studenten verslavingskunde van Hogeschool NHL. Met eigen geld en sponsoring van supermarkt Els Boek gingen ze aan de slag met het bereiden van 100 gratis maaltijden. We hebben laatst een fietstocht gehad door Leeuwarden. Langs verschillende plekken waar dakloze mensen komen. En we hebben ook de presentatie gehad van Bas. Kingma, volgens mij. En die is heel lang dakloos geweest. En die heeft ons verteld hoe dat was en wat hij allemaal heeft meegemaakt. En dat was, hij heeft heel veel indruk op ons gemaakt. En naar aanleiding van dat allemaal dachten we willen graag iets extra's terug doen voor deze mensen. Vooral in de koude tijd hebben we een lekkere warme maaltijd. En wat raakt jullie dan zo in dat verhaal waarvan je dacht, nou, we willen iets betekenen? Ja, nou, hoe heftig het is als je geen dak boven je hoofd hebt, de hele nacht in het koude weer. Niet voor te stellen hoe moeilijk deze mensen het hebben. Het balletje kwam aan het rollen na een fietstocht met docent Marcel Kik. Hij is naast leraar ook hulpverlener. Volgens hem is het vooral belangrijk dat studenten leren hoe vooroordelen je als hulpverlener in de weg kunnen zitten. Neem bijvoorbeeld het idee eens verslaafd, altijd verslaafd. Of mensen die verslaafd zijn, ja, liegen altijd, zijn niet te vertrouwen. En moet iemand dat zijn hele leven meedragen? Is dat wel zo? Of kun je kijken naar de mens achter het gedrag, achter de klachten. Dus als je meer gaat verdiepen en gaat begrijpen van de context waarin iemand tot een bepaalde situatie, omstandigheden is gekomen, kun je ook veel beter iemand helpen en iemand een tweede of een derde of soms een vierde kans geven. En ook de maatschappij kan daarbij een handje helpen. Om verdraagzaam te zijn naar elkaar en om vooral te kijken naar, ja, wat zijn iemands wensen, wat zijn iemands toekomstdromen en wat kun jij bijdragen om dat te realiseren. Kijk eens, volg aan de mensen bij, eet smakelijk.